In de libellenwereld gebeuren soms hele vreemde zaken, zoals de vorming van triootjes. Rechts zie je dat voor pantserjuffers en links heeft een paardenbijter een tandem van heidelibellen gepakt. Je ziet die pantserjuffers. Kettingje van drie aan elkaar gekoppelde beestjes. En de bovenste, die is ook heel anders gekleurd, die is blauw berijpt. Dat is de vreemde eend in de bijt, de onder twee houtpantserjuffers. Nou, ze kunnen lekker vliegen hoor, met z'n drieën. Een heel tijdje waren ze gekoppeld. En die bovenste, dat is dus ook een mannetje wat een ander mannetje van een andere soort achter zijn kop heeft gegrepen. Hij was hier zijn pootjes in onschuld, maar dit klopt natuurlijk van geen kant, hè? Nou, het vrouwtje bungelt los, maar dat is ze wel gewend, want ook in een tandem gebeurt dat vaak. Alleen heeft ze dan maar één mannetje boven zich en nu twee. Maar goed, hier is het. De indringer losgekoppeld heeft de benen genomen. Dit is een koppeltje heidelibellen. Het mannetje heeft een vrouwtje in de lucht gegrepen en in de lucht vormt het vrouwtje dan nog een extra koppeling met haar achterlijf aan het mannetje. En dan vormen ze een liefdeswiel of een copula, paringsrad, zijn allemaal woorden voor. En dan landen ze op de vegetatie. En dan wordt de sperma overgebracht, dat is de feitelijke paring. En na een paar minuutjes laat het vrouwtje los. Maar ze blijven wel gekoppeld, het mannetje blijft het vrouwtje achter de kop beet houden. En dan vliegen ze op. Dan gaan ze eitjes afzetten. In tandem doen ze dat, zoals dat heet. En dan zie je ze dippen in het water, op de waterplanten. En hier zie je dat in slow motion, de vorige opname was in werkelijke snelheid. En hier die bruine bladeren zijn van krabbescheerplanten. Die zakken in de herfst naar de bodem. Steken nu nog maar met de toppen boven het wateroppervlak uit. Ze hebben ook herfstkleuren, geel-bruin. Soms zie je meerdere koppeltjes zo in dat water dippen om eitjes af te zetten samen, gezellig bij elkaar. En deze dag ook lekker rustig bezig te zijn, dit koppeltje heidelibellen, totdat, pats, een paardenbijter erop duikt. Een paardenbijter is een glazenmaker, veel groter type libel. En hier vervolgt hij zo'n heidelibel koppeltje zelfs in de lucht. En ook hier knalt hij er weer op. Gaat echt bliksemsnel. Hier is dat wat beter te zien. En dan zie je dat die paardenbijter nu het vrouwtje probeert achter de kop te pakken. Hij kromt zijn achterlijf op het vrouwtje zittend. Dat is de onderste van die tandem van heidelibellen. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet, want het mannetje heeft het vrouwtje al achter de kop beet. Dus hij moet vergeefs toekijken. Dat gaat niet lukken. En toch, hier is het wel gelukt. Hij heeft hier, die paardenbijter, een mannetje te pakken. En dat mannetje maakt deel uit van een tandem van heidelibellen. Maar de koppeling duurt niet lang, dan laat die paardenbijter toch maar los. Nou joh, doe je best. Ga eens proberen een vrouwtje van je eigen soort te versieren.